In de gemeenteraadsvergadering van Heumen van donderdagavond is officieel besloten dat de gemeente in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De raad heeft de afgelopen tijd met bewoners en bedrijven uit de gemeente gepraat over hoe de route daar naartoe eruit moet zien. Volgens Dirk van Rens van GroenLinks Partij van de Arbeid is het een uitgebreid dossier. Gisteren hebben we daar de, eigenlijk de samenvatting van. Uh... Besproken in de raad en aangenomen om, om daar op die manier mee aan de slag te gaan. Uh, en nog geen plan, hè, dat gaat nog komen, dus de concrete uitwerking daarvan, maar dat gaat wel snel komen. nu. Waardoor we hopen en denken ook dat we uh, snel stappen kunnen maken, want er zijn een aantal mensen die initiatieven hebben, initiatieven ontplooien op dit moment ook, en die, die kunnen nu door op basis van dit besluit. Er komt nu een uitvoeringsplan voor de komende paar jaar en daar staat heel letterlijk in puntsgewijs van goh we gaan uh, proberen om windmolens te creëren langs de A73 bijvoorbeeld als voorbeeld of we gaan proberen om uh, de hele wijk uh, allemaal zonnepanelen te beleggen en, uh, proberen in de zin van dat we dat ook moeten gaan doen Hè, er komt dus echt een plan wat we kunnen gaan beoordelen wat we kunnen gaan monitoren uh, voor de komende paar jaar en daarnaast hebben we gisteren aan de wethouder gevraagd om ook een plan te maken voor de langere termijn want de eerste paar jaar is natuurlijk het laaghangend fruit dat, uh, ja, dat, dat, dat moet gaan gebeuren en dat, dat gaat ook gebeuren, denk ik. Uh, maar daarna moeten we ook de, de langere termijn uh, plannen oppakken. En daar hebben we ongeveer om dat ook uit te werken. En dat wordt natuurlijk wat minder specifiek, wat minder precies, wat minder exact. Maar uh, het is wel goed om te weten waar we ongeveer heen moeten over 20 jaar en over 30 jaar.